Isa Hoes is woedend op Bram Bakker. De actrice vindt de voormalige psychiater en verslavingsexpert veel te bemoeizuchtig. Je kent die mensen niet eens. Wie denk je wel dat je bent? Bram Bakker heeft als psychiater vaak commentaar gegeven op het gedrag van bekende Nederlanders. Zo ook in het laatste nummer van weekend, waarin hij zijn oordeel geeft over Dave Roelvink, die na zijn afkikbehandeling een avondje met Tino Martin doorbracht. Tino staat bekend als een zware drinker en Bram vindt dat heel onverstandig. Dat is veel te riskant, te vroeg. Je moet in die eerste tijd vooral bezig zijn met je herstel. Ik raad altijd aan om in die fase veel naar zelfhulpgroepen te gaan. Tino is volgens Bram de slechtste persoon om mee om te gaan. Ik heb er een hekel aan dat hij zich bijvoorbeeld laat filmen als hij dronken is. Dat is geen goed voorbeeld, of je nu Tino Martin heet of hoe dan ook, doe dat gewoon niet. Isa Hoes kan zich daar enorm aan ergeren, zegt ze in haar nieuwste podcast. Dit is precies wat ik bedoel. Bemoei je met je eigen zaken. Heb je toestemming om hierover te praten? Isa heeft zelf ook een nare ervaring met Bram. Wat hij deed, dat kan ik je wel vertellen. Toen Anthony stierf, schreef hij een heel artikel in Weekend of zoiets, dat ik mezelf nog wel tegen zou komen. Dan denk je, wie ben jij? Ik ken jou helemaal niet. Isa vindt dat echt veel te vrijpostig. Hij ging allerlei dingen zeggen over wat de dood van Anthony met mij zou doen. Ik dacht, ik heb die man nog nooit gesproken. Waar haal je het lef vandaan? Om over mij in een blad iets te zeggen. Ja, ik vind dat echt verschrikkelijk. Ze sluit af met, Bram Bakker, ik ben hem nog nooit tegengekomen, maar maak je borst maar nat.